Rachel Hazes haalt uit naar Monique Westerberg. RTL Boulevard pakt vanavond flink uit. De showrubriek zendt een interview met Rachel Hazes uit. Hierin vertelt ze over de plotselinge breuk met haar ex Mike 1. Zo zagen we in een sappige preview, deelt ze een spreekwoordelijke tik uit aan Monique Westerberg. Al jaren spelen er geruchten dat Rachel en Monique, het liefje van haar zoon André Hazes, elkaar niet kunnen luchten of zien. Wat daar nu echt van klopt, bleef altijd een beetje in de lucht hangen. Eerder zei Rachel dat ze Monique een hartstikke goede vrouw vindt, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ze elkaar mogen. Rachel en Monique. Boulevard sloot haar uitzending van gisteren af met een mega cliffhanger waar we in dit Netflix bingen tijdperk steeds slechter tegen kunnen, maar goed, sappig was ie wel. We zien verslaggever Aron Bade tegenover Rachel op de bank zitten. Komt het ooit weer goed tussen jou, André en Monique? Vraagt hij. Comediespelen. Daar lijkt het niet op. Ik heb niet zoveel met Monique, al dus een goud eerlijke Rachel. En ik kan sorry, kon ik het maar wel. Kon ik maar wel comediespelen? Want doen alsof je elkaar wel leuk vindt? Dan was het allemaal veel makkelijker geweest, denkt ze. Vanavond zien we het hele interview. Wij zijn vooral benieuwd of Monique's grap in de richting van haar schoonmoeder nog aan bod komt. Popcorn al in huizen gehaald,